dat is een heel nieuw gezicht voor jullie allemaal, denk ik. Het zijn altijd mannen die hier een nieuwe borrel voorstellen. En dit keer ben ik degene die dat gaat doen. Ik zal me eerst even kort voorstellen aan jullie. Mijn naam is Birgit. En ik ben eigenlijk een beetje per toeval terechtgekomen bij Autoweek en bij de Borrelbrigade. Ik dacht dat er meer vrouwen waren die net als ik het leuk vinden om te kijken naar vooral naar mooie auto's en niet zozeer naar borrels. En ik heb daarover contact gezocht met Autoweek en eigenlijk volgde daarop mijn uitnodiging om deel te nemen hieraan. Zoals ik al zei, het is meer dat ik mooie auto's leuk vind dan borrels, maar ik ga deze uitdaging niet uit de weg. En het lijkt me heel leuk om de mannen in deze wedstrijd te laten zien dat vrouwen heus wel ook mee deel kunnen nemen hieraan. Ja, en toen kwam de zoektocht naar de goede auto. En ik dacht, ik ben een beetje degelijk. Het moet een degelijke auto zijn. Maar als je geen verstand hebt van wat de auto, wanneer een auto goed is, dan is dat nog best wel een lastige klus. En ik dacht, wat is een degelijke auto? Een Duitse auto is altijd goed. Laat ik op zoek gaan naar een Duitse auto. Maar auto's van 500 euro, dan zit je toch snel in een heel saai, oude, degelijke auto. Totdat ik op het pad van een Beetle kwam. En dat leek me nou toch wel echt een stuk leuker idee. Een Beetle is eigentijds, is eigenlijk weinig veranderd in de jaren die volgden, nadat ze ermee gestart zijn. En het is natuurlijk de oude kever, dus het mag een beetje een retro ding zijn. Dat was een leuk idee, dat viel een beetje tegen, want ik had dat budget van 500 euro en dat is niet heel veel als je op zoek bent naar iets hips. Maar het is me gelukt en ik heb deze borrel op de kop getikt. Ik had liever een andere kleur, want een rode of een blauwe, dat was misschien wat leuker geweest. Maar ik moet zeggen dat ik er heel blij mee ben. En dat is niet zozeer omdat het nou een hele mooie auto is. Eigenlijk vind ik het vies en is het een oude auto. Maar al met al vind ik het een heel leuk ding. En ik ga meteen wel even wat gebreken hierbij noemen. Het dak, ik denk dat er ooit iets mee gesmolten is. Ik weet niet precies wat er mee is, maar het is een vreemde beschadiging. En aan de buitenkant zitten allerlei krassen en vegen. Maar dat maakt wel meteen dat ik denk dat het daarin zit dat hij zo goedkoop was. En niet zozeer in de basis van de auto. Toevallig weet ik dat er een 2.0 motor in zit. En de enige reden dat ik dat weet is omdat ik hem al, ik denk een keer of zes heb moeten starten met de startkabels omdat de accu leeg was. Dat was dan weer een beetje jammer, maar daar komen zij natuurlijk niet achter. Goed, genoeg over mijn borrel. Het blijft natuurlijk een wedstrijd en ik ben heel erg benieuwd waar zij mee komen. De andere deelnemers zijn natuurlijk mannen en ik ben heel benieuwd wat ze vinden van mijn entree in deze wedstrijd. En waarschijnlijk gaat het met heel andere punten komen dan wat ik kwalijk vond. De bekleding en de viezigheid aan de binnenkant vond ik vervelender dan wat er zich onder de motorkap plaatsvindt en dat de accu steeds leeg is bijvoorbeeld. De andere twee zijn mannen, hè, die zijn bekend voor heel veel van jullie. En die zullen waarschijnlijk veel meer over deze auto weten, veel meer over hun eigen auto's weten. En daarom hebben we precies jullie nodig om te zorgen dat ik de winnaar word van deze wedstrijd. Volgens mij komt daar iemand aan. Ik zie lang haar. Is dat Frank? Is Stefano haarimplantaten misschien? Wat is het? Hé hey joh, ik dacht dat ik de enige was met een retro gebakkie. Nog zo gekkie. Ja, nou daar gaan mijn punten weer. Zo, hallo. Hallo. Jullie hoeven niet bang te zijn dat ik door jullie set heen rijd. Ik ben de derde borrelaar. Je hoort erbij. Ja? Ik hoor erbij, inclusief borrel. Ja, en wat is het? Want ik zie geen logo meer zitten. Nee. Het zou ooit de Volkswagen geweest moeten zijn. En dat haal je op voor 500 euro, joh? Ja. Het is niet eens in mijn gedachten opgekomen. Nee. Jullie zijn nu al stil. Ja. We hebben nog niet eens goed bekeken. Zo'n zwarte vlek duisternis die daar op ons staat. Dus je koopt een nieuw Beetle en dan kies je een zwarte, ja? Dat leek jou wel, komt hier best in huis? Nee. Eerlijk is eerlijk, dit was een beetje een budgetding. Ja. Maar neem niet weg dat hij wel erg mooi is. En er zit wel schade, maar zit die valt niet eens op.
door die zwarte kleur. Oh, en wat is dat dan, joh? Ja, ja, ik denk het. Ja. Heeft dat aan de andere kant ook? Hij had liever een cabrio willen zijn, denk ik, want het dak is aan het loslaten. Klopt. Het dak had er beter afgekund, dan was de geschikte cabrio geweest. Ja, maar het is een fantastisch ding voor 500 euro. Ja, jij vindt het wel een fantastisch ding, hè? Ja, vind ik wel. Oké. Okay. Ja, hier is het ding, zullen we maar zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Je hebt hier al een flink schade erop zitten. De wieldopjes zijn anoniem. En er is dat met die logootjes. Ja. Ja. Volkswagen heeft afstand gedaan van deze auto, maar ik nog niet. Dus daar willen ze er niks meer mee te maken hebben. Nee, precies. Ja. En je hebt een mooi licht interieur. Ja, dat is ooit licht geweest. Het is ooit licht geweest, ja. Ja. Het is nu gemeleerd. Wat een ontzettend vieze pekkige bende. Ja. Is het van een kattenvrouwtje geweest? Nou, ik denk dat hier überhaupt dat dit de woonplek is geweest van een gezin en 3 honden. Ja, overal haar. Hij is al goed smerig, ja. Ja, alles afgekloven. Maar... Heb je een doekje overheen gehad voordat je ging rijden? Ja, het stuur. Maar smeren heb ik niet durven doen. Oké. Okay. Ik denk dat ik hier een hele goede concurrent heb voor jullie. Ja. Nou, we zitten in hetzelfde straatje met de PT. Nou, ik zou mijnen daar niet heel graag mee willen verwijzen. Oh, gaan we het zo doen. Nee, ik doe nog positief. Ja. Ja, ik kan niet heel negatief zijn hier over een Beetle. Ik vind die Beetles leuk. Oké. Dat geen goede instelling voor de barrobrigade. Ik moet eerlijk zijn, hè. Ja. Ik moet eerlijk zijn. Ik vind de Peugeot Partner het beste. En jij ook, want dan ga je nu op stemmen in de poll op de site. En we zien je binnenkort bij Joep op de brug.